Hallo, welkom bij Garage Bakker. Mijn naam is Richard Brink en dit is een Renault Laguna Estate met een 2.0 DCI 130 pk dieselmotor in de uitvoering dynamiek. De kleur van de auto is gris ardoise, grijs metallic, en deze auto is van april 2008. Deze auto heeft mistlampen voor, meesturende bi-xenon koplampen, dus zowel dimlicht als grootlicht is xenonverlichting met koplampsproeiers. Lichtmetalen velgen, aluminiumkleurige dakrails. Parkeersensoren aan de achterkant en een afneembare trekhaak. Hier de bagageruimte van de auto. De hoedenplank kan er uiteraard uit en deze auto heeft een bagagerek die kan uiteraard ook verwijderd worden. Hier ligt de witte plaat van de trekhaak verstopt. Of in verband met de trekhaak. De trekhaak zelf ligt hier. Dit is dus een afneembare trekhaak. Hieronder nog een klein beetje extra opbergruimte. En daar weer onder het reservewiel van de auto. De achterbank kan in twee delen weggeklapt worden. Daar zit hier een hendel voor. En zo klapt het kleine gedeelte weg en met deze klap je het grote gedeelte weg. En hou je dan de hoedenplank en dat scheidingsrek eruit, dan heb je de volle ruimte ter beschikking. Hier zitten nog haakjes om eventueel handvaten van plastic tassen aan te hangen. En hier zit nog een extra stroomaansluiting voor achterin, voor bijvoorbeeld een koelboxje. In de beide achterportieren zitten zonneschermpjes ingebouwd. Hier de achterbank met drie hoofdsteunen en drie driepuntsgordels. Hier in het midden een armsteun met bekerhouders. En deze kan ook nog omhoog, dat is ook een hoofdsteun. De auto heeft half lederen bekleding. Hier zit nog een uitschuimopening van de ventilatie die je hier los kan bedienen. Daaronder nog een bakje. En daar weer onder een 12 volt stroomaansluiting voor achterin. Hier in het bestuurdersportier de bediening van alle vier de elektrische ramen. Die hebben alle vier een comfortstand, dus als je hem kort indrukt, gaat hij in zijn geheel naar beneden. En op deze manier gaat hij weer omhoog, dan hoef je het knopje dus niet vast te houden. Hieronder de kinderbeveiliging, dan bedienen ze wel het kinderslot achter en achterin kunnen dan ook de ramen niet meer bediend worden. Hiermee kun je de linker of de rechter spiegel verstellen met die pijltjes. En dit is voor de automatisch inklapbare buitenspiegels. Als die in het midden staat, staat die automatisch. Dat betekent dat de buitenspiegels inklappen als de auto op slot gaat. En als je de motor start, klappen ze weer uit. Als je hem aan die kant indrukt, staan de spiegels altijd uitgeklapt. En als je hem aan deze kant indrukt, klap je met de hand de buitenspiegels in.
De voorstoelen dus ook met halflederen bekleding. De beide voorstoelen hebben hoogteverstelling. Hier links naast het stuur het verlichtingshendel. Die heeft ook een automatische stand. Dan worden de lichten automatisch via de lichtsensor bediend. Hier op het dashboard de koplamp hoogteregeling. De knop om de parkeersensoren uit te schakelen. En de knop om de traction control uit te schakelen. Hier op het stuur zitten de bedieningsknoppen van de cruise control en de snelheidsbegrenzer. De hoogschakelaar die daarbij hoort zit hier voor de middenarmsteun. Hier kun je de cruise control of de begrenzer selecteren. En met plus en min stel je de snelheid af. Met 0 schakel je hem uit. Met R pakt hij de oude snelheid weer uit het geheugen. Hier het display van de auto, het dashboard van de auto. Met daar in het midden de totale kilometerstand. Met deze twee knoppen aan het uiteinde van de ruitwisselhendel blader je door de informatie op dat schermpje heen. Hier geeft hij dingen over wanneer de onderhoudsbeurt moet, bijvoorbeeld het gemiddelde brandstofverbruik, actieradius, dat soort informatie. En met deze twee bladen je op en neer dus. Die knoppen zitten hier op het hendel van de ruitenwisser. Ruitenwissers hebben ook een automatische stand. Als je hem daarop zet, worden de ruitenwissers automatisch via de regensensor bediend. Daaronder zit de radio stuurbediening. Hier kunnen de belangrijkste functies van de radio bediend worden. Hier kun je ook bijvoorbeeld de telefoon oppakken op het moment dat je die met Bluetooth met het systeem verbonden hebt. En hier kun je de stembediening van het systeem activeren. Even een klein voorbeeldje doen. Adresboek. Adresboek. Zeg een nummer. Annuleer. De stembediening is gedeactiveerd. Hier kun je dus bijvoorbeeld telefoonnummers opzoeken met de stembediening ofwel bestemmingen voor de navigatie. Hierboven op dashboard dus, centraal geplaatst, het navigatiescherm met rechtsboven in de hoek klokje en buitentemperatuur. En de onderste rand is de informatie van de radio. Hier het scherm van de climate control, de klimaatregeling. De auto heeft twee klimaatzones, dus je kan links en rechts andere temperaturen stellen. Hier alarmknipperlichten, de snel ontwaarschuwing van de voorruit, de achteruitverwarming. En de knop van de centrale portierverhendeling, die kun je hier dus ook bedienen. Daarnaast zit een grote bekerhouder. En hier de mogelijkheid om de startkaart in te voeren, maar dat hoeft niet, want de auto heeft een handsfree startkaart. En met deze knop start je de auto en zet je de motor ook weer uit. Hieronder het paneel van de radio. Dit is eigenlijk de cd-wisselaar. Je kan hier 6 cd's achter elkaar invoeren. Dus daarachter zitten de laadjes van de cd-wisselaar. Het kunnen ook cd's zijn met mp3 bestanden. Dus dan kun je wat meer op één cd kwijt. De rest van de bediening, vooral van de navigatie en van de telefoon, die doe je eigenlijk met dit ding. Hier zit een joystick waar je dingen mee kan selecteren. En als je die indrukt, enter je. En hier zitten dus de diverse navigatie- en radiobedieningen. Hier nog een klein beetje extra bergruimte en een stroomaansluiting. 6 versnellingen. Dit was dus bediening van radio, navigatie en de telefoon. Hier de knop van de automatische parkeerrem. Die gaat dus, zoals het woord al zegt, normaal gesproken automatisch. Dus als je de motor uitzet, trekt die standaard de handrem aan. Daar hoef je verder niks aan te doen. En als je wegrijdt, springt hij er automatisch af. Maar die kun je hier ook eventueel met de hand bedienen. Zo haal je hem eraf en zo zet je hem op de handrem. Dit was dus cruise control en begrenzer. Hier de middenarmsteun. Met daaronder een bakje en hier nog weer een extra stroomaansluiting, 12 volt aansluiting. Hier de binnenspiegel. Die heeft hier een oogje. Als er 's avonds licht in schijnt van de achterligger, wordt de binnenspiegel automatisch gedimd. Als je deze open doet, gaat daar een lampje aan. En aan die kant is dat hetzelfde. Hier nog het microfoontje van de carkit. En hier kan de zonnebril ingestopt worden.
beneden nog het dashboardkastje en daar zit de DVD-romspeler van de navigatie in. De navigatiekaart staat op mijn DVD, dus daar staat compleet Europa op. Hier de boekjes van de auto en de beide startkaarten. De auto heeft twee identieke handsfree startkaarten, dus voor zowel het openen en sluiten van de portieren als voor het starten van de auto hoef je een van die twee kaarten alleen maar bij je te hebben. Hier het onderhoudsboekje. De laatste twee keer is de auto bij ons in onderhoud geweest. Kijk voor meer informatie over deze auto op onze website en graag tot ziens bij Garage Bakker.